Deze video gaat echt een hele andere wending krijgen als je denkt. En ik wil even iets kwijt over de comments bij de vorige video. Oh ja, shit. Het is de komende dagen tot en met zaterdag. Maar... Lana die eet fruit op school en tussen en die... Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op kellykeressen.nl. En dit keer heb ik weer een nieuwe video voor de budget challenge. En dit keer is hij een beetje anders, want dit keer gaan we de boodschappen online bestellen. Waarom is dat? Je zou denken, ja, dat is toch duurder. Maar dat gaan we ondervinden. De eerste week deden we de boodschappen bij de Aldi. De tweede week bij de Jumbo. En nu gaan we dus boodschappen bestellen en kies ik voor Albert Heijn. Het is allemaal niet gesponsord en er zijn geen samenwerkingen. Maar ik wil gewoon overal hebben uitgeprobeerd. Of we uitkomen met het budget. Als we op die manier boodschappen doen. Het is nu donderdag nu ik dit film. Omdat dan zaterdag de boodschappen binnenkomen. En ik dan voor de hele week aan boodschappen heb. Nou, laten we eerst eventjes de voorraad gaan bekijken. We hebben nog voldoende koffiecups. Hopelijk komen we in ieder geval nog uit de komende dagen tot en met zaterdag. Maar voor daarna haal ik nog boodschappen. Voor het broodbeleg en eitjes die zijn dan ook wel weer op. Ik denk dat ik een keer zuurkool ga maken, want ik heb hier nog een zuurkoolspek. Dat is natuurlijk wel heel lekker. En deze spekjes nog, dus die kunnen er ook nog bij. Die had ik vorige week ook al gebruikt, maar we hebben nog over. Dit is nog schnitzel. Maar nog steeds dezelfde la. Zuurkool heb ik dus nog in huis. Dus die ga ik sowieso erin verwerken. En de crackers die vliegen er hier echt doorheen. Dus crackers moet ik zeker weer bijhalen. Want die gaan we het anders niet meer redden. Nou ja, dit is natuurlijk het zoete beleg. Dat gaat bij ons niet zo heel hard. Dat eten we eigenlijk alleen het weekend. Of tenminste, dat eten de kinderen eigenlijk alleen het weekend. Nog twee broden. Maar die ga ik nog wel extra halen. Want we hebben toch gewoon elke week wel vier broden nodig. Dit is nog een pasta gerecht. Die ga ik nog een keer met de kinderen eten van de week. Ik zie hier kipdrumsticks die op kunnen. Dus dat is een hele belangrijke. En qua voorraad luiers, wasmiddel en dat soort producten zitten we nog helemaal goed. Dus dat is heel fijn. Dus we hebben nog wel wat voorraad. Nou, dan ga ik nu mijn lijstje weer maken. Ik kon mijn notitieboek niet vinden. Dus ik heb het gewoon even in zo'n blad zitten. Nou, hoe zitten we qua budget? Ik heb nog steeds 50 euro voor die extraatjes over. En 60 voor verzorgingsproducten. En dit is het potje met boodschappengeld. 150, 160, 170, 180, 185, 86, 87, 88. Bijna 189 euro voor twee weken. Dus dat is heel netjes, maar we gaan het gewoon weer netjes van 80 euro doen. Omdat ik ga boodschappen bestellen, volgens mij kun je dat niet contant afrekenen. Mocht dat wel kunnen, doe ik het contant. Kan dat niet, dan ga ik dus dat bedrag daaruit halen en terugstorten natuurlijk. Zodat het wel eerlijk blijft. De boodschappen ga ik berekenen vanaf de dag nadat de boodschappen binnenkomen. Want de boodschappen komen tussen 4 en 9. Dat is de goedkoopste optie, zag ik. Dus dan, ja, dan kan ik daar natuurlijk niet qua boodschappen berekenen. Maar omdat we dat al in het weekmenu hadden opgenomen die zaterdag, is dat helemaal prima. Ik heb ook een template op Instagram gemaakt. Je kunt het zo niet goed zien. Maar dan kun je zelf je weekmenu invullen en delen met anderen. Dat is misschien wel leuk. En voor ons staat zaterdag nog aardappeltjes met kipsnitzel, dorpertjes en worteltjes op de planning. Dus die hoef ik niet mee te nemen in deze lijst. Ik heb het al opgeschreven wat het gaat worden komende week. Zondag gaat Janiek een heerlijk gerecht maken met gekruide rijst, gegrilde paprika. En wat voor vlees doe je daarbij? Met runder gehakt. Oké, okay, dan schrijf ik even op. Mijn stem is trouwens echt helemaal een beetje weg. Dus dit is de stem waar je het mij even mee moet doen. Ik ben een beetje schor. Maandag dan ga ik zuurkool maken, omdat we dat nog in huis hebben. Dus daar hoef ik alleen aardappels voor te halen en rookworst. En we hebben dus nog spekjes en zuurkoolspek. Dus misschien dat ik zelfs de rookworst weglaat. Maar ja, de kinderen houden daar wel erg van. Dinsdag ga ik voor een tomatensoepje zelf gemaakt. Daar stop ik gewoon super veel groenten in. Tomaat, paprika, wortels, ui en bouillon natuurlijk. Op die manier is het gelijk een vegetarisch dagje. Maar we hebben gelijk ook heel veel groenten binnen. En het is budgetproof, dus dat is echt top. Woensdag dan is Janiek werken. Dan haal ik dus die pasta die je dus net zag uit de vriezer. Daar kook ik dan nog wel spaghetti bij. Zodat wij gelijk gegeten hebben. Donderdag dan dachten we aan een rijst met pak soi en kip in teriyaki saus. En dat is echt super makkelijk. Je koopt zo'n hele grote pak soi. Die heeft een wit gedeelte en groen. Je kunt zowel het witte als het groene gebruiken. En dan heb je echt super veel groente voor in je maaltijd. En het is heel lekker smaakvol. En daar maken we dan kip bij. En dat maken we in een teriyaki saus. Dus die moet ik dan ook bestellen. Ik ben vrijdag op zaterdag op persreis. Wat natuurlijk echt super speciaal is. Daar ben ik voor uitgenodigd. Dus ik eet lekker luxe. Maar Janiek die is bij de meisjes. Dan gaat hij vrijdag bij zijn ouders eten. En die zaterdag gaat hij koken.
En voor die zaterdag dachten we aan aardappeltjes met spinazie en kipsnitzel. Qua volgorde hou ik altijd eerst het weekmenu aan. Dus alle ingrediënten die daarop staan die we nog niet in huis hebben. En daarna ga ik alles aanvullen zoals het broodbeleg, crackertjes, dingen voor lunch. Dat soort dingetjes, dat vind ik toch het handigst. Kip. Teriyaki saus. Het lijstje is helemaal klaar. Ik ben alleen nog vergeten fruit op te zetten. Dus dat schrijf ik even zo, dat ik het eigenlijk niet vergeet. Lekker rommelig lijstje, maar ik kan het volgen. Dan heb ik hier mijn Albert Heijn dingetjes. Of mijn Albert Heijn account. En als ik dus bestel tussen 4 en 9 is het maar 2,50. Dus dat scheelt wel veel ten opzichte van de andere bedragen van 8 euro en zo. Oké, dan ga ik nu even alles bestellen. Ik zit nu op een totaal van 56 euro, dus dat is wel heel netjes. Ik heb echt alles, zelfs extra hummus. Oh, dat kan pas vanaf 70 euro, ja. Oh ja, shit. Oké, je kunt dus pas boodschappen laten bezorgen vanaf 70 euro. En we hebben maar voor 56 euro, dus we vinden het echt zonde, tenminste vooral Yannick. Ja, ik ga je niet tot 70 euro onnodig uitgeven. Ja, dat is echt heel erg zonde, dus onze conclusie gaat wordt... Gaat op budget, hè? Precies. Dat het toch wel, in ons geval, met de boodschappen die wij nodig hebben... 5 maaltijden voor 56 euro met lunch, alles bij. Zitten we aan 56 euro, dus wij hebben helemaal geen 70 euro aan boodschappen. Dus dat gaan we nu ook niet bestellen en onnodig doen. Dus daarom ga ik deze bestelling annuleren. Change of plans. Ik ben nu aan het kijken bij de Jumbo. En ik zie dat je daar bij 50 euro al mag laten thuis bezorgen. Dus ik ga even kijken of ik het zaterdag kan laten bezorgen. Oké, ik heb nu dus alles ingevoerd bij Jumbo. Dus echt letterlijk alles. En ik kom op 50,42 euro uit. Er komen dan nog bestelkosten van 6 euro bij. Dus dan ben ik eigenlijk hetzelfde kwijt als bij Albert Heijn. Maar dan inclusief de bestelkosten. Dus ik ga drukken op bestelling afronden. Ik ben dan in totaal 56,42 euro kwijt. En dan wordt het zaterdag bezorgd. Nou, mooi. Ik ben heel blij. Dus het is besteld. En zaterdag laat ik zien als het binnenkomt. Nou, het is inmiddels zaterdag en Jumbo is de boodschappen komen bezorgen. Die ga ik zo aan jullie laten zien. Het totaalbedrag was in totaal 56,42 euro, inclusief de bezorgkosten. En ik wil even iets kwijt over de comments bij de vorige video. En gewoon even over de hele doelstelling van deze challenge. Omdat ik toch wel wat ontevredenheid en wisselende reacties gelezen heb. Wat mag, ieder mag zijn eigen mening hebben. Maar wat voor mij het uitgangspunt van deze challenge is, was... Wel gewoon leven zoals wij leven, maar bewuster worden van onze uitgaven. Dus we gaan niet ineens doen alsof we maar heel weinig te besteden hebben. Of alsof we, ja, sommigen hadden het er zelfs over van ja, mensen in de bijstand. Het is absoluut niet de bedoeling om onszelf daarmee te vergelijken. De doelstelling was echt om bewuster te worden van onze uitgaven. En juist ook wat we in de voorraad hebben opmaken. Want anders dan heb je op een gegeven moment dingen in de voorraad die over de datum gaan. Die je vervolgens weggooit. En ik vind voedselverspilling gewoon echt heel erg zonde. En ik vind budgetteren en bewustwording van je uitgaven ook een stukje. Wat heb ik in huis en hoe kan ik daar creatief maaltijden mee maken. Dus ik kook ook heel vaak voor 2 keer. Of dan hebben we spaghetti over, vries ik het in. Dan heb je inderdaad de weken op, een dag minder aan boodschappen. Vind ik juist heel budgetproof. Omdat je op die manier gewoon heel bewust bent omgegaan met wat je hebt. In plaats van dat ik dan weer nieuwe boodschappen zou halen. En wij eten inderdaad af en toe bij mijn ouders, af en toe bij mijn schoonouders. Vorige week hebben we 1 keer zijn we uitgenodigd om te eten bij een kennis. Maar ik heb het idee dat men nogal denkt dat wij de hele week buiten de deur eten. Wat absoluut niet het idee is. Maar ik wilde ook niet deze maand al die dingetjes afzeggen omdat ik maar een leuke video wil maken. Ik wil wel gewoon ons echte leven laten zien. En ons echte leven houdt in dat we hele lieve ouders hebben waar we graag gaan eten. En die ons heel graag uitnodigen daarvoor. Dus dat wilde ik ook niet veranderen voor deze challenge. Goed, dat heb ik gezegd. Ik ben nog steeds super blij met hoe de budget challenge gaat. En de gezelligheid in de community en jullie enthousiasme. Dus ik wil ook heel positief blijven in deze video. Want ik vind het super leuk om te doen. En die positiviteit wil ik er lekker inhouden. Als je iets aan mijn stem hoort, hij is bijna weg. Dus dat hoor je. Nou, dan heb ik hier alles liggen.
Even kijken, we beginnen even met brood en broodbeleg. We vroegen ook van ja, wat nemen de kinderen dan mee naar school? Nou ja, de jongste twee zitten op de opvang en die krijgen daar gewoon brood en tussendoortjes. Ja, meisje. Ja. Lana die eet fruit op school en die luncht met brood. Dat zit ook allemaal inbegrepen bij het weekmenu. Zelf snacken we vooral met fruit en gezonde tussendoortjes zoals bleekselderij en zo. Dus wat dat betreft zit dat er ook gewoon allemaal bij. Nou, hier twee broden. We hadden nog wel, vorige week had ik best wel veel broden ingeslagen. Dus nu heb ik er twee bij gehaald. En beleg. Kaas heb ik nog steeds in huis. Dat vroegen mensen ook. We hadden nog best wel veel over van eerder. En wat ik bij heb gehaald is kipfilet, boterhamworst, smeerkaas. Dus dat is ideaal broodbeleg. En we hebben nog pindakaas. We hebben nog jam. En we hebben nog hagelslag. Dus we hebben gewoon ook nog hartstikke veel. Dat vind ik prima om ook gewoon te gebruiken. Crackers. We verslinden crackers momenteel, nu we wat gezonder eten. Dus als ontbijt eet ik een crackertje, Yannick die eet crackers. Dus die heb ik even drie pakken gehaald. Fruit, heel belangrijk. Twee pakken bananen. Druiven. Citroenen voor de thee. Mandarijntjes. En dat is dus ook het fruit wat de kinderen, of wat Lana in dit geval, mee naar school krijgt. Dus of een banaantje, of een paar mandarijntjes, of een pakje druiven. Dan cherry tomaatjes. Die eten we ook als tussendoortje. Dus ik heb veel bijgehaald. Deze drie bakjes en deze. Eieren, dat eten we ook regelmatig op een boterhammetje. Dus dat hoort eigenlijk ook wel bij broodbeleg. Dan ga ik het nu hebben over de avondmaaltijden. En ik ga het gekruide rijst maken met gegrilde paprika saus en runder gehakt. Daar heb ik hier runder gehakt voor. Daar heb ik hier paprika voor. Rijst hebben we dus nog in huis. En volgens mij gaat hij daar ook wel een courgette bij gebruiken. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar daar hebben we alles voor in huis. Voor de zuurkool met aardappel en rookworst hadden we de zuurkool al in huis. Dan heb ik hier de aardappeltjes. Voor de tomatensoep heb ik alles hier liggen. Dat zijn deze tomaten, wortelen, paprika en misschien zelfs ook nog wel een streng bleekselderij die ik daarin ga gooien. Dus dat wordt een lekker maaltijdsoepje waar we denk brood bij eten. Dan de rijst met paksoi, kip en teriyaki. Nou, wat ik vorige week al liet zien is dat we nog kipdrumsticks hebben. Dus die gaan we dan gewoon gebruiken uit de diepvries. En dan hebben we hier paksoi. Dan heb ik hier teriyaki woksaus. En voor de aardappels, spinazie en kipsnitzel heb ik spinazie gehaald. Dus zo zijn we de hele week weer rond. En dan hebben we natuurlijk ook kattenvoer nodig. Eigenlijk haal ik altijd Whiskas. En ik dacht ook echt dat ik die besteld had toen ik die paarse verpakking zag. Maar niet dus. Het is van Jumbo. Dus ik hoop dat Patrick dat ook lekker vindt. Dat is deze. En deze brokjes. We combineren eigenlijk dit. Dus dan krijgt hij zo'n zakje. En hij krijgt brokjes. Oh, dit is trouwens ook nog voor de tomatensoep. Zijn we dan helemaal rond? Ja, dan zijn we helemaal rond. Dus dat is ook gelijk mijn grootste tip als het gaat om budgetteren. Kijk echt eerst wat je in huis hebt en ben daar creatief in. Heb je nog een half zak aardappelen liggen? Ga die lekker opbakken. Snij ze in kleine blokjes, bak ze op. Heb je in de diepvries nog kipdrumsticks, maar wilde je eigenlijk iets met kipfilet koken en dus eigenlijk nieuw kipfilet kopen? Ga het met die kipdrumsticks proberen. Dus op die manier ja, maak je ook die diepvries leeg. Ben je niet zoals ik en heb je bijna nooit voorraad in huis? Dat kan. En dan moet je misschien je budget wat hoger stellen. Maar dit is in ieder geval hoe wij dat doen. Ik vond het heel fijn om ze online te bestellen. We waren dus €56 kwijt. Wat ik echt heel netjes vind. Bij Albert Heijn lukte het dus niet voor dat budget. Dan moet je minimaal €70 bestellen. Dus dat zal misschien wel zijn als je minder voorraad hebt. Dan kun je prima voor Albert Heijn kiezen. Maar nu voor Jumbo dus. En dat was echt super fijn. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel graag de volgende video weer. Dankjewel voor het kijken.